Welkom. We gaan vandaag de pH bepalen van een tweewaardig zuur. En dat doen we in twee manieren, twee stappen. Zwavelzuur, we lossen 5,4 gram per liter op. Om te weten wat de molariteit is, delen we dat door de molecuulmassa of de molaire massa. En 5,4 gram per liter levert 0,055 mol op. Stel je nou voor, dit klopt niet, maar stel je voor, H2SO4 is een sterk zuur en dat lost op met 2 H2O naar 2 H3O plus ionen en een SO42 min ion. Ja, je ziet, het is een aflopende reactie. Dat is mijn H3O plus concentratie is 2 keer die initiële 0,055 mol, is 0,11 mol en de pH is min log 0,11 en dat is 0,96. 2 decimalen, weet je, als regel 2 decimalen in mijn pH, omdat 2 significante cijfers is. Dit is echter een benadering. Dit klopt niet, want we kunnen opzoeken, H2SO4 is wel een sterk zuur, maar de volgende stap, HSO4- is dat niet. Dus we moeten dit in 2 stappen doen. De eerste regel hebben we net gedaan, H2SO4 in water levert H3O plus en HSO4- levert dat op, dat is een sterk zuur. Dat levert mij 0,055 mol aan H3O plus ionen op. De tweede stap is een zwak zuur en dat is wat complexer. En dat kan je terugzien in een van de vorige filmpjes. De zuurconstante van HSO4- kunnen we opzoeken in Binance 1,0 maal 10 tot de min 2. Dus het is niet een heel zwak zuur, maar het is een redelijk sterk zwak zuur. Maar het blijft een zwak zuur. Zet ik een paar dingen op een rij. Ja, mijn zuur, mijn H3O plus ionen en het negatief geladen ion. Dus HZ is hier HSO4-, H3O plus en Z- is SO42-. Wat heb ik op T0? T0 heb ik 0,055 van HSO4-. Maar ik heb ook 0,055 H3O plus, namelijk van de eerste stap. Ik heb geen SO42- ionen. Wat verandert er? Nou, dat wil ik weten. Dat is mijn X. Hier gaat de X af, hier komt de X bij. En daar komt de X bij. Deze stap zijn we gewend. Ja, wat blijft er dan over in mijn evenwichtssituatie? Dan wordt mijn concentratie HZ, dus HSO4- 0,055 min X. Van H3O plus is het 0,055 plus X. En van Z-min, SO42- is dat X. Ik moet X uitrekenen. Ik zet de evenwichtsvoorwaarden hier neer. KZ is de H3O plus concentratie keer de SO42- concentratie gedeeld door HSO4- concentratie. Dat ga ik nu netjes invullen, wakker blijven. Ja. 0,055 plus X keer X gedeeld door 0,055 min X is mijn zuurconstante 1,0 maal 10 tot de macht min 2. Hier heb ik de ABC-formule voor nodig en dat levert op dat die x is 7,58 keer 10 tot de macht min 3. Nu moet ik wederom wakker blijven, want mijn H3O plus concentratie, normaal bij een zwak zuur, wat maar eenwaardig is, is dit ook mijn H3O plus concentratie. Maar nu is dat natuurlijk niet zo, want het is x plus 0,055. Dat doe ik dus hier. Ik neem daar de minlog van. En dan kom ik uit op een pH van 1,20. En dat is hoger dan dit. En klopt dat? Ja, is dat logisch? Ja, dat is logisch. Want hier had ik 2 keer een sterk zuur. Hier heb ik een sterk zuur en een zwak zuur. En er zijn dus minder H3O plus ionen. Als ik minder H3O plus ionen beschikbaar heb in mijn oplossing, gaat de pH dus omhoog. Het is minder zuur. En dat klopt, want dit is minder hoge pH dan dat. Dus mijn oplossing is minder zuur. Dit is de nette methode, maar het is toch af en toe handig dat je een idee hebt van klopt het wat ik hier gemaakt heb als een eigen check. Goed, ging dit te snel? Weet je niet meer precies hoe je die zwak zuur oplossing als de pH daarvan moet berekenen? Kijk dan mijn vorige filmpje en op mijn kanaal hieronder zie je meerdere andere filmpjes, ook van biologie. Heel veel succes!